Oké, hier ontstaat ruimte. Anthony is hier los. Anthony, jij moet dit afronden, jongen. Nee, rebound, schiet hem erin. Oh, ho, ho, ho. Yo gasten, tof dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video van de FIFA 21 Ajax carrière. Het is weer zover, we gaan weer verder. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Meeste transfers hebben we wel gehad. We gaan nu gewoon aan de Eredivisie beginnen. Champions League voetbal komt eraan. Ja, laten we gewoon maar doorzetten. Het enige wat ik misschien nog ga halen is een centraal verdediger als het in ons budget past. Maar dat is even afwachten. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Als dat zo is, laat dan alvast een like achter, dat duimpje omhoog. Gaan we nu direct beginnen. Eerste ding wat we maar even gaan doen, is het rugnummer wijzigen van Klaassen. Van 22 naar nummer 6. Wat hij in het echt dus ook heeft. Hoppakee. Dan hebben we hier wat berichten. Twee transferaanbiedingen en eentje in de spelerschat. We gaan eerst naar de transferaanbiedingen kijken. Schuurs heeft een bod van 14,2 op zich. Labiat 6,8. En Schuurs gaan we niet verkopen. Labiat ga ik mee onderhandelen, want ik kan daar wel iets meer voor krijgen. 9,7 staat er. Ik ga gewoon een tegenbod doen van 9,5. Nou, gaan we dan. Onderhandelsfase. Onderhandelingsmode. Nieuwe transfers om voorstellen. 9,5. Bod indienen. 6,8. Tegenbod. 8 miljoen. Dat is al een heel stuk minder. Eens kijken of ze daarmee akkoord gaan. 6,8 nog. Oké. Ze gaan nou niet bepaald hard, weet je. Ik ga nog wel een stukje omlaag. 7,5 kunnen jullie toch wel aan. Wauw. Nog niet eens 7,5 miljoen. Weet je wat, de volgende keer verkoop ik hem misschien wel gewoon. Kudus bedankt ons voor de speeltijd die we hem in de vorige aflevering hebben gegeven. Nou, graag gedaan, jongen. Het zijn gewoon die standaardberichten. Ga ik niet te veel aandacht aan besteden. Ik ga twee spelers op de uitleenlijst zetten. Namelijk Kenneth Taylor. Ik denk niet dat ik er veel aan spelen toe kan laten komen dit seizoen. En hetzelfde geldt ook voor Ekkelenkamp. Hopelijk hebben ze er wat aan. Komen ze ergens anders veel aan spelen toe. Komen ze beter terug. We zullen zien. Wat ik ook ga doen is Traoré te koop zetten. Sorry, ik heb gewoon niet het vertrouwen in Traoré dat hij de spits gaat zijn. Ik vind hem tot nu toe van wat ik heb gezien iedere keer maar niet goed genoeg. En ik ga zelf kijken misschien naar een toekomstige spits die als backup kan dienen. Achter Tadic, een beetje tussen Tadic en Huntelaar. Want Huntelaar wil ik ook nog spelen. Maar Traoré, het wordt hem niet, man. Ik ga hem gewoon verkopen. Nu we uit de 10 uur early access fase zijn, ga ik ook wat meer kijken naar de ontwikkelingsplannen. Want dat heb ik in die 10 uur niet gedaan. Ik zat een beetje van, ja, is toch wat met die tijd. Ik wil alles toch wel een beetje snel doen. Nou, ik wil ook nog andere opnames, bla bla bla. Dus daar ga ik nou wat meer naar kijken. En de eerste die ik ga toedienen is aan Xavi Simons. En dat wordt gewoon die van centraal middenvelder. Zijn sprintsnelheid kan wel wat omhoog. Zijn kracht, weet je, dat kan ook wel wat omhoog. Dus in principe allemaal prima. En later ga ik hem misschien nog op spelmaker zetten. Voor wat betere passing en dat soort dingen. Maar we beginnen gewoon met centrale middenvelder. Almada kan eigenlijk niet anders dan wat ik hem ga toedienen. Die van de aanvallend middenvelder. Zijn visie en zo, dat kan nog allemaal wel wat beter, zijn passing. Dus daar gaat hij gewoon prima aan werken op die manier. David Neres geef ik het ontwikkelingsplan spelmaker zijkant. Zijn voorzetten, weet je, hij heeft er wel assist mee gemaakt, maar het kan wel een stukje beter. Zijn lange passing gaat dan ook omhoog. Sowieso zijn passing kan wel wat verbeterd worden. Gravenberg ga ik een iets meer verdedigend ontwikkelingsplan geven. Een balveroverende middenvelder, ga ik hem geven. Puur omdat ik niet weet hoeveel ik Alvarez wil gaan gebruiken. En als we Gravenberg zijn defense wat opboosten, Dan hebben we hem voor zijn positie. Dan is Alvarez misschien eigenlijk niet meer nodig. Dus dat gaan we proberen. Dus dit plan is voor Gravenberg. Dan heb ik denk ik de belangrijkste spelers wel gehad. Ik kan iedereen wel gaan afgaan en laten zien in de video. Maar dan wordt de video alleen maar langer. En dat is misschien iets te veel info en meer dan waar jullie op zitten te wachten. De rest doe ik dus even buiten de video om. Ah, ik kom er nu ook achter dat ik eigenlijk helemaal geen wissel heb achter Anthony. Ja, Tadic zou er kunnen staan. Maar ja, eigenlijk is daar een backup nog belangrijker voor nodig dan voor die centrale verdediging. Want eigenlijk tenminste nog jonge spelers. Oké, goed. Backup zoeken voor achter Anthony. Dat is het plan.
Nieuw bod voor Labiat in de pocket. En dat is in ieder geval al meer dan dat het vorige team zat te bieden. Deze beginnen met 7,5 miljoen. Ik ga het gewoon nog een keer pushen naar 9,5 miljoen. Nou, daar zitten we dan. 7,5 miljoen zijn ze bereid neer te leggen, zeggen ze. Kan je 2 miljoen meer missen, grote vriend? 8 miljoen. Kijk, dat is alweer iets omhoog. Kijken of we nog eens een half miljoen op kunnen krikken. 8,5 miljoen. Of gaan we dan hier tussen zitten? Ze begrijpen het. En ze hebben het ervoor over. 8,5 miljoen voor Labiat. Prima deal voor mij. Nou, eerste bak aan jeugdspelers wordt hier aangeboden. En ik ga een beetje jullie laten zien wat ik zoek. Dit vind ik gewoon nog allemaal niet goed genoeg voor mij. Nee, dat is natuurlijk wel interessant. 90 en 80 potentie ook niet. Ik wil gewoon altijd de crème de la crème als het komt op jeugdspelers. 66 tot 90 potentie. Weet je, we gooien hem gewoon in de jeugdafdeling. En we zien wel wat het wordt. Tweede groep spelers. Dit is niks. 86 algemeen aan potentie bedoel ik dan. Houden we in de gaten. Dit is natuurlijk helemaal niks. 65, 77 en 86. Weet je, die houden we in de gaten. Ekkelenkamp bedankt ons dat we hem op de huurlijst hebben gezet, denk ik. Want hij denkt dat een overgang precies op het goede moment komt voor hem. Nou, blij dat we het eens zijn dan, makker. Blij dat we het eens zijn. En Trare is ook blij dat we hem op de transferlijst hebben gezet. Ik heb het hier nooit leuk gevonden om te spelen. Nou, dat is wel weer meteen heel hard. Trare, lul. Dan weet je, dat ruimt lekker op, makker. Kijk, we hebben wat berichten. Labiat is verkocht. Urzi heeft een positiewijziging. Zijn training zit er alweer op, denk ik. Zijn ontwikkelingsplan. We denken dat hij waarschijnlijk klaar is om nu van posities te wisselen. En dat we hem als linkervleugelaanvaller kunnen proberen, zoals eerder besproken. Hartstikke mooi. En we hebben een inleen aanbod op Taylor. En dat is helemaal prima. Bod accepteren. Nou, de volgende speler die ik wil gaan aantrekken is niemand minder dan Justin Kluivert. We hebben een backup nodig op die rechtervleugel. En hij is betaalbaar. En ik wil hem denk ik gaan proberen te kopen, of in ieder geval, ik wil gaan lenen eigenlijk met een optie te koop. Want dat is nu ook mogelijk, dat is de bedoeling. Kijken of die bevalt, bevalt die niet, hè? Dan kopen we hem ook niet. Dus ja, laten we dat gaan proberen. Mogelijk tussen de 10,8 en 15,7 miljoen bieden om een kans te hebben bij deze deal. Nou, we zullen zien hoe ver we komen. Ze hebben alleen geen interesse om de speler aan me uit te huren. Dus dan wordt het toch maar gewoon kopen. Waarom ook niet? Justin Kluivert terughalen naar de club. Spelen met een echt gezichtje erbij. Altijd welkom. Let's do it. Nou, gaan we dan. En ik begin gewoon met een bod op zijn waarde. 9,5 miljoen. Huppakee. Ze willen 9,9 met een doorverkoopclausule van 7%. Weet je, die clausule, die kan je op je buik schrijven. Maar 9,9 heb ik er dan nog best wel voor over. Wordt dit een akkoord? Oh, dan wil je in één keer 11,3. Jezus, man. Nou, ik zeg 10 milli. Bod indienen. En we hebben een deal. Hartstikke mooi. En het is gelukt. Nog een oud Ajaxie terug thuisgekomen. Justin Kluivert is getekend. En hij komt op een 5-jaar contract. Gaat dus dienen als backup achter Anthony op de vleugel. Nou is het best wel weer stacked. Noah Lang ga ik nog wegdoen. Maar welkom terug, Justin. Nou, niet dat Noah Lang me het geld van Justin gaat terugverdienen. Maar we zetten hem wel op de transferlijst. Laten we Kluivert ook maar meteen ombouwen tot de positie waarop wij hem willen gaan spelen. Namelijk die rechtervleugelaanvaller. Waar staat dat helemaal? Ah, daar. RVA. Huppakee. Wedstrijd tegen Heerenveen komt eraan. En ik ga een paar wijzigingen maken. Almada mag van mij in de basis gaan spelen. Hetzelfde geldt voor Urzi. Een echt debuut. Wil ik ook wel een keer gaan proberen. Onze nieuwe linksback Ricardo Essler. Gaat ook een kans krijgen. En als laatste niemand minder als Kluivert gaat deze wedstrijd starten. Dit is de basis 11 voor de wedstrijd tegen Heerenveen. Nou, gaan we dan. En we hebben Siert terug. Siertje, Nederlands commentaar, ik heb het gedownload. Is het niet prachtig? Nou, hier komt de opstelling van Heerenveen voor degene die dat even willen zien. Van Bergen blijft natuurlijk wel een snelle man op die rechtervleugel. In de gaten houden die gozer. Laten we maar gewoon naar de aftrap gaan. Die wij mogen nemen en we zijn begonnen.
Oké, ik had niet verwacht dat ze iets uit die vrije trap gingen halen. Hoekschop nu voor Heerenveen hier. Kopt dit weg iemand? Nee. En hij ligt er nog in ook. Niemand ging voor die bal. Die bal die kwam de 16 in vliegen. En iedereen die keek ernaar. Maar goed, soms zei die pech. Moeten we terugkomen van een achterstand. Niet chill. Niet chill. Wel gewoon goed afgeronde hoekschop daar. Goed ingekopt. 0-1 voor Heerenveen. Oké, hier ontstaat ruimte. Anthony is hier los. Anthony, hij moet dit afronden, jongen. Nee, rebound. Schiet hem erin. Oh, ho, ho, ho. Oh, Almada. Almada. Zo zonde. Oké, we zitten weer in de aanval. Dit ziet er goed uit. Gravenberg hier. Alle ruimte. Gravenberg doet het wel. 1-1. Terug in de wedstrijd. Lekker bezig, maat. Almada lukte het niet. Anthony ook niet hoor. Laten we niet compleet op Almada afschuiven. Maar Gravenberg doet het hier wel. Goed ingelopen. Goed afgerond. 1-1. Oeh, dat is een flinke overtreding. Overtreding door Ajax. Dat wordt een kaartje, denk ik. Dat wordt een gele. Rood? Are you mad? Oké. Dat is toch geen rood meteen, kerel. Nou, vrije trap hier. Voor Heerenveen. Komt in de muur. Voorzetje. In de handen van Onana. Hier is misschien ruimte voor Anthony nu op de vleugel. Anthony gaat naar binnen. Paast hem door. Almada nu het schot op de paal. Met een man minder gaan er een keer vergaten vallen. Dat gebeurt nu. Gravenberg kopt die bal achter de lijn. Corner. Gravenberg kon ook vrij weinig anders doen daar. Dus ik neem hem niks kwalijk. Dit is nog geen goede hoekschop tot nu toe. Uiteindelijk heeft Onana de bal. Oh, dat is goed meegegeven. Anthony nu. Geplaatst schotje. Ja! 2-1. Hoppa. Het is wel zwaarder met een man minder. Maar goed, dat kan je verwachten. Anthony rondt hier nu wel af. En brengt ons op voorsprong. 2-1. Want tussen twee wissels. Klaassen erin voor Almada. Promes komt erin voor Tadic. Oh, balletje daar van Promes naar Klaassen. Klaassen hier nu. Kapt af. Urzi. Anthony. Oh, die bal is hard. En dat is buitenspel. Heerenveen nu met een voorzet. Zitten we tussen. Heerenveen weer op mijn vleugel. Op zoek naar een gelijkmaker. Oh, Onana moet daar wel even in actie komen. En dan kan de scheids nu denk ik wel gaan fluiten. Ja, dat doet hij ook. Wel risky paasje wat ik daar nog deed, maar goed. Een zegen is een zegen. Kleine overwinning. 2-1 op Heerenveen. Maar toch weer 3 punten in de pocket. Alvarez geschorst na die wedstrijd vanwege het oplopen van die rode kaart. Jongen. Waarom doe je dat nou ook? Laten we meteen maar even dat rugnummer van Urzi wijzigen. Niks, geen 14. Eens even kijken wat er nog beschikbaar is. Gaan we met 22. Eggelekamp heeft een inleen aanbod. Van niemand minder dan Southampton. Oké. Cool. Dat kunnen we wel doen. Dat accepteren we. Succes in Engeland, jongen. Nog een inleen aanbod op Eggelekamp. Celta de Vigo. Weet je. Accepteren we ook gewoon. Taylor is uitgeleend naar Brentford. Hopen dat hij daar goed gaat doen. Kerk is benaderd. Braga is prima. We hebben nu toch al Justin Kluivert. En we hebben nog een verslag over Fosu Mensah. En over Fosu Mensah gesproken, zijn contract verloopt over 11 maanden. En als hij in die tijd 23 wordt voor de volgende transferperiode, dan kunnen we hem gratis overnemen. En dat is op zich wel interessant. Ik had waarschijnlijk eigenlijk Heerenveen kunnen simmen. Want ze staan helemaal niet in de bovenste helft van de ranglijst. Nou ja, hebben we een bonuswedstrijdje gehad. Nu is er Vitesse. En ja, die moet ik dan eigenlijk wel gewoon spelen. Staan in de bovenste helft van de ranglijst. Laten we dat maar gewoon doen.
Nou, dit is de opstelling voor de wedstrijd tegen Vitesse. We hebben dus nu geen Alvarez hier op het verdedigend middenveld. Daar gaat Gravenberg staan. Kudus gaat naast hem staan met Klaassen op aanvallend middenveld. Neres en Anthony vormen natuurlijk nu weer de vleugels met Tadic in de spits. Op de bank Promes, Kluivert, Urzi, Simons gaat mee. Want ja, waarom ook niet? We hebben nu blessures, of één blessure in ieder geval. En een rode kaart daar. Dus hey, dit is het moment voor Simons om mee te gaan. Tagliafico, Blind, Schuurs en Mazraoui vormen natuurlijk de verdediging. Daar gaan we dan. Vitesse. We spelen uit en ik ga gewoon direct naar de aftrap. Deze wedstrijd wil ik even snel fixen. Vitesse mag beginnen. En we zijn begonnen. Oh, kijk eens wat een combinaties hier. Klaassen. Afleggen. Schieten. Oh, geblokt. Meteen Vitesse terug in de aanval. Bijna aan een counter. Blind zit daartussen. En daar zit Schuurs tussen. Kudus hier goed mee. Vleugelspeler. Anthony. Ik zou zeggen, maak die sprint gewoon. Je kan dit. Voorzetje in de handen van de doelman. Vitesse met de voorzet. Onana bokst. Waarom vang je dat niet gewoon, vriend? Maak je het gevaarlijker als nodig. Oh jezus, wat een gat. Bazour. Wat kom je doen, jongen? Jij gaat niet tegen mij scoren. Geen realiteitstaferelen hier, Bazour. Shit, echt, dit doe je niet tegen mij. Oh, daar is een schot. Onana met de redding. Hoekschop nu dus natuurlijk voor Vitesse. Draait de 16 in. Koppen we weg. Nog een schot. Dat komt tegen een teamgenoot van hem aan. Wauw, lekkere aanname, mijn vriend. Nog wel balbezit nu. Tadic. Kudus. Dat is een goede bal op Mazraoui. Mazraoui, wat doe je helemaal daar? Maar ik vind het helemaal prima. Brengt ons op 0-1. Nusir Mazraoui. Geen idee wat dit is, maar celebrate hoe je wil, vriend. Celebrate hoe je wil. Zeg ik niks over. Heeft hier opeens de ruimte en tikt hem binnen voor de 0-1. Vitesse weer in de aanval. Daar is een kans. Oei. Ik weet nog niet de 0 te behouden dit jaar. 1-1. Vitesse komt op gelijke hoogte. Waarom hadden we daar de bal ook niet, joh? Oh, wat een struggle. Kijk, ik zie Klaassen daar gaan. Oh, dat is een goede bal. Klaassen, doe dit, jongen. Lekker, maat. Welkom terug, Davy Klaassen. Scoort hij nu zijn eerste goal voor ons. En brengt ons weer op voorsprong. 1-2. Het is tot nu toe nog wel battelen in een aantal wedstrijden. Maar houdt het wel leuk, houdt het wel leuk. Prima ingelopen daar. En prima ingeschoten. Tadic met een assist. Klaas met een goal. 1-2. Oké, Vitesse op de vleugel. Oh, ik geef ze daar ook wel gewoon de ruimte voor die voorzet. Onana lost het gelukkig voor hem op. Oké, hier is Klaassen. Tadic moet die bal vasthouden. Kudus, geef hem mee. Juist. Nu spelen, ja. Tadic hier nu met de goal. Forceerde een beetje naar Tadic, moet ik toegeven. Want ja, hij heeft toch die challenge nog op zich. Dus, oh, dat is niet eens Tadic, joh. Nee, joh. Heb ik dat helemaal verkeerd gezien. Maar ja. Wie is dit dan? Wie loopt daar? Anthony is het. Hoe kan ik ook zo dom zijn? Anthony komt er ook nu net af. Justin Kluivert gaat zijn rentree maken. Is het terugkeer. Uit tegen Vitesse. Eens kijken hoe hij gaat spelen. Het debuut waar we met z'n op zaten te wachten. Xavi Simons komt er hierin voor Kudus. En het is over. We winnen 3-1. Of 1-3 moet ik zeggen. Want we spelen uit van Vitesse. Begon. Oké. Toen kwam er gelijk een spelletje. Toen kwamen we weer voor. En toen breiden we de voorsprong uit. Prima wedstrijd op zich. Of nou ja, ik hou liever een keer weer de 0. Maar goed, winnen is winnen. 3 nieuwe puntjes in de pocket. Ekkelenkamp is uitgeleend naar Southampton. En dus niet naar Celta de Vigo. En dan hebben we hier weer een bod op Schuurs. Schuurs is populair, jongens. Maar dat gaan we afwijzen.
En ondertussen is Martinez gelukkig weer terug. Dus hij kan weer de basis in plaats van Alvarez. En we hebben een transferbod voor Noah Lang. 4,9 miljoen bieden ze. We kunnen 5,4 vragen. Weet je, ik ga delegeren. Ik zeg, ik wil niet minder als 5. En ik doe gewoon startbieding op 6 miljoen. We gaan een beetje kijken wat we kunnen vangen. En daarmee sluit ik hier deze aflevering en video dus voor vandaag. Ik zou zeggen, vond je dit een leuke video? Druk dan op dat duimpje omhoog. Like het, dat zou ik zeer waarderen. Als je het verdeelt, het kan mij enorm helpen, zou ik ook zeer waarderen. En ben je hier nieuw, maar vond je de video gewoon tof en geïnteresseerd voor meer? Druk dan ook op het abonneerknopje en op het belletje daarnaast om de notificaties aan te zetten. Ik bedank jullie in ieder geval voor het kijken en voor alle support de afgelopen tijd. Want we gaan best wel lekker, moet ik toegeven. We gaan best wel hard. Het zijn echt cijfers die we lang niet meer hebben gezien hier. En het, het doet goed om dat weer eens te zien. Dus echt serieus bedankt daarvoor. Tot de volgende video. Laters.